Bullebakslijst, de brug die de Marnixstraat over de Bloemgracht tilt, is al jaren aan renovatie toe. Maar uit een inspectie is gebleken dat de brug in zo'n slechte staat is dat hij per direct is afgesloten voor bus- en vrachtverkeer. Heeft u enig idee wat er aan de hand is? Nee, ik heb geen idee. Geen idee. Ik heb begrepen dat er barsten zitten in iets van ijzer en dat er ook de palen schimmels en dergelijke hebben. Ik hoor het ook voor het eerst ook. Ik weet het echt niet. Wat is het? Een stadion ook op instorten? Deze brug uit 1930 is eigenlijk niet bestand tegen al het zware verkeer wat er nu overheen gaat. Daarom moeten we hem gaan vervangen. Uit onderzoek is gebleken dat er scheuren in het metselwerk van de brug zitten. En ook dat de houten funderingen die onder het water, die je dus niet ziet, maar die onder het water zit, is aangetast door bacteriën en schimmel. En daardoor is het risico als hij te zwaar wordt belast, dus door veel vrachtverkeer, dat hij gaat bezwijken. Toen ik het gisteren in de krant las, dacht ik dat het de andere brug was, daar verderop bij de brandweerkazerne. Maar het is dus hier. Ik was wel van op de hoogte dat bij andere bruggen in Amsterdam dat ook het geval is. Waar ze dus inderdaad ook aan gaan werken. Maar dat dat hier het geval is, wist ik niet. Nee. Alles stort hier in elkaar in die stad. Het is echt niet te filmen. De Bullebakslijst werd rond 1930 opgeleverd en is ontworpen door bruggenarchitect Piet Kramer. Sinds de oplevering was het al een drukke verkeersbrug waar ook trams overheen reden. Toen de gemeente in de jaren 40 alle bruggen officiële namen wilde geven, bleek dat de buurtbewoners zelf twee bruggen tot Bullebakslijst hadden gedoopt. De ene ligt in de Marnixstraat ter hoogte van de Bloemgracht, de andere ligt ter hoogte van de Brouwersgracht. Beide bruggen zijn vernoemd naar een oud volksverhaal over het waterspook de Bullebak. Volgens het verhaal sleurde de Bullebak onvoorzichtige kinderen die te dicht bij de waterkant kwamen het water in. Een soort van monster van Loch Ness, maar dan in Amsterdam. Nee, maar dat wist ik niet, jongen. Nou, leuk verhaal. Ja, mooi. Pas bij de buurt. Pas bij de buurt, hè? Ja. De prijsvraag van deze week is: welk brugnummer heeft de Bullebaksluis? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. De winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar van vorige week is Erik de Groot. Veel plezier met je foto uit het Stadsarchief, Erik. De gevolgen voor het verkeer zijn eigenlijk beperkt. Het verbod geldt alleen voor vrachtauto's en bussen. Dus nachtbus 283 rijdt vanaf nu anders. De tram 5 mag gewoon over deze brug blijven rijden, maar wel stapvoets en maar één tram tegelijk. De bootjes mogen gewoon onder de brug blijven varen en ook personenauto's, voetgangers en fietsers mogen over de brug blijven gaan. We streven ernaar om hem zo snel mogelijk te vervangen, maar we moeten eerst nog nader onderzoek doen. Dus ik weet op dit moment niet wanneer die precies vervangen gaat worden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.